Hey, mooi shirt. Ja, ook. Oké. Nou, wat een entree. En we hebben een hond mee. Oké, wat gaan we vandaag doen, Martijn? Shelter bouwen. Mezelf bezeren. Ja, wellicht. Leuke video maken. Eten waarschijnlijk. Oh ja, we gaan even lekker lunchen. Martijn, plan de campagne. Wat hebben we precies nodig voor een makkelijke shelter? Takken. Heel veel takken. Ja, niet zomaar takken. Nee. Zulke takken. Wow. Hoe noemen we dat? Een eitak? Weet ik veel. Vorktak? Vorktak. Hij gaat vorktak zoeken. We moeten dus één grote lange tak hebben die als rug kan fungeren, zeg maar. Waar? Ah! Martijn heeft iets gevonden. Nice! Nou, nogmaals, we gaan voor deze video dus geen gereedschap gebruiken. En ja, dus we moeten even kijken hoe we deze unit gaan meekrijgen. Er zit nog best wel een dikke wortel aan de onderkant. We dachten eerst, we bouwen hem ergens los, gewoon in het veld zo, met een vorktak. Weet je. Maar, moeite. Dus we denken, gebruik gewoon een boom. Welke boom gaan we daarvoor gebruiken? Okay. Je ziet hier een prachtige meidoorn. Hij staat in bloei. Hij is ook een beetje dood. Hier en daar wat blaadjes, hier en daar geen blaadjes. En toen was het tijd om te schaften. Schaften! Tijn, zijn we een video aan het maken? Nee. Oh, oké. €5. Zeg maar geen geld. Wel een pinpas voor je. Kan tot €25, toch? Ik heb ook auto. Oh ja, ik heb een auto. We hebben de rug. Hebben we nu staan. En daar willen we nu een soort van ribbenkast omheen maken, denk ik. Nou, we kunnen ze er gewoon zo grappig tegen aanleggen, maar we kunnen ze ook een beetje zo naar boven en in de grond doen. Mm-hmm. Komen dat het zeg maar en los staat en dat het naar beneden gaat. Wel. Takken open. Even herhalen. Dat was nog moeilijker dan ik dacht. Bezig hiermee of zo? Productief? Niet eens een uur. Nee. Maar ja. Het is alleen takken verzamelen. Nog maar 500.000 takken. 5.001 tak. Frame zo goed als af. Dus de basis die staat, zoals jullie kunnen zien. Eigenlijk het skelet, om het zo maar te zeggen. Het lijkt er niet alleen op, maar het is ook gewoon een hele mooie term. En wat we dus nu gaan doen, is we gaan het bedekken met blad,
en wat varens. Dan kijken of we een beetje waterdicht kunnen maken. We moeten bloem schikken. Tijn, we zijn iets vergeten. Nou. De helm. Helm. Het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Wat? For a hell of a house. Hard. Our house. In the middle of the woods. Our house. Wat gaan we zo nog doen? Kant B. Kant B. De andere kant moet nog even gebeuren. Deze kant is nu af, zoals je kunt zien. Heel mooi. Deze kant. Die moet nog. Die moet nog zien. Snel was. Zit er lekker. We hebben iemand gaan vangen, jongens. Come back here. Wat is de volgende stap? De volgende stap is een beetje bladconfetti erover. Nu is het gewoon één blok groen. En uiteindelijk wordt het natuurlijk wel bruin. Als we een beetje zo doen. Dat een paar keer herhalen zo. Een beetje. Krijgen we hier en daar gewoon een beetje een soort van camouflagepatroon eroverheen. En dat kan natuurlijk ook een beetje gewoon de overvolle gaten wat dichten. Dus het is niet alleen groen, maar ook een beetje bruin. We hebben een heel mooi. Natuurlijk. Camo patroon. En dat is echt super vet. Nou, dit is dus een voorbeeld van hoe je heel snel en gemakkelijk een vrij chille shelter kan maken. En je kan hem natuurlijk zo nog helemaal aanpassen als je zelf wil. Het enige wat je nodig hebt is gewoon heel veel takken. Heel veel takken. Dus iedereen kan dit doen, dus zelfs jij. Als je denkt van hé, dat is een vet tof idee, dat ga ik ook maken. Maak er dan een video van. Upload die op je kanaal en dan laat ons even weten als je een video hebt gemaakt. Dan gaan we even kijken. En misschien kunnen we jou een film dan wel featuren of laten zien in onze volgende video. Jouw dus. Video in deze video in of deze. De volgende video. Ja. Super makkelijk, iedereen kan het bouwen. En hoop jullie te zien in de volgende video. Ik zeg nu dan. Ciao. Ciao. Maya zegt doei. Doei Maya. Doei. Doei. Ja, hi. Do 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 do